Dit is wel pittig hoor. Nee, oprecht. In Geldrovers gaan we weddenschappen aan met de hele wereld. We laten ons uitdagen door vrienden, kijkers en YouTubers. Als ze maar met doekoe komen. We gaan geld roven, jongen! In deze aflevering van Geldrovers neemt een dame die nergens bang voor is, het op tegen onze Martijn, die overal bang voor is. Deze knappe, stoere chick is presentatrice en YouTuber Iris Enthoven. Zeg het maar, met welke weddenschap denk jij geld van ons af te troggelen? Ik heb een hele leuke opdracht bedacht, een hele pittige opdracht ook. We gaan namelijk hete bekers eten en ondertussen een operatie uitvoeren. Oh, levensgevaarlijk, maar leuk. Ja, maar leuk. Maar niet zomaar een operatie, we gaan Dr. Bibber doen. Wil je weten waarvoor we gaan spelen? Ja, dat vind ik wel leuk om te weten. Oké, okay, we gaan voor €300 spelen. Oh, kijk eens aan. Ja? Ja, doe ik daarvoor? Leuk. Daar doe ik het dan voor, ja. Oké, okay, helemaal goed. En als ik win? Dan win je. Dan win ik. En dan ga ik het ook aan de Rode Kruis doneren. Oh, je wil ook even een goed doel erbij fietsen. Wat doe jij? Wat doe jij met dat geld? Als ik nu win, dat ik er niet eens blij mee ben. Dat jij zelf niet meer kan aankijken in de spiegel. Wat doe jij ermee als je wint? Nou, ik stop het in mijn zak en dan wacht ik tot de bar weer open gaat. En dan gooi ik die hele bar nat. Oké, is goed. Oké, let's go. Ja, dat belooft een pittige strijd te worden. Voor €300 moet Martijn zijn smaakpapillen wegbranden en ook nog eens een operatie doen. Eitje zou je zeggen. Iris heeft een winkelvoorraad aan pepers en haar favo-spel meegesleept. Zoals je ziet heb ik Dr. Bibber meegenomen. Ik zie het, ja. Vanuit thuis. Waar staat hij dan in huis? Dit staat altijd gezellig bij mij thuis. Oké, okay, maar zaterdagavond. Ja. Lievelingsspel. Oké, okay, de spelregels zijn als volgt. Ja. We hebben 4 levels met pepers en het wordt steeds heftiger, ja. Steeds pittiger. Ja. Je begint bij het eerste level, dus de mildste peper. Dan moet je 3 items eruit halen. Ja. Als dat is gelukt. Volgende peper, volgende level, weer 3 items, volgende level, hetere peper, weer 3, et cetera. Ja, maar duidelijk. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je met deze niet vaak dit aanraakt. Nee. Want het x-aantal keer dat je het aanraakt, is uiteindelijk de waarop je gaat winnen of verliezen. Dus degene die het minst vaak dat ding heeft aangeraakt, die wint. Die daar wint. Komt het neer. Ja. En je moet continu na de 3 moet je elke keer een nieuwe peper eten. Ja, ik weet ook niet waarom ik dit heb bedacht. Maar je hebt ook je hele selectie aan pepers ja. meegenomen, zie ik. Zal ik het even laten ja, zien? Ja, je komt er leuk uit hier. Ja. Dus wat is wat? We hebben hier het minste, dat jalapeno's groen. Ja? Die zijn het mildst. Oké, okay. Dus daar beginnen we mee. Ja, maar daar ga je ook al niet heel goed op. Die heb je al geproefd? Ja, dit is helemaal kut. Oké, okay, dan ja. hebben we lemon. Hoe zeg ik dit? Habanero. Ken je dat niet? Die, ja. Die is dus al pittiger. Ja. Dan, als we nog willen en kunnen, heb je... Ja, willen en kunnen, je moet toch? Ja, je moet, maar als jij al dood bent tegen die tijd, dan... Oh. Dit is al fucking pittig, hè? Ja, dat snap ik. Weet je wat... Ja? Kan jij dit? Ik heb geen idee. Oké, dan hebben we... Dan hebben we de habanero root. Dat, root, rood. Rood. Dan hebben we... De Naija Jelonoyara. Deze is echt al heel ja, erg pittig. Dat... En als we dan nog Jelonis. Kunnen... Oh. Scorpion Brown. Scorpion Brown. Ik ken ze allemaal maar niet. Maar deze ga je volgens mij echt gelijk KO. Dus laten we gewoon beginnen met deze 4 levels. Maar eigenlijk komt erop neer, je gaat ze allemaal 1 keer eten. Je gaat ze allemaal 1 keer eten. Aangezien jij natuurlijk weer heel leuk hebt verteld dat je voor een goed doel speelt. Ja, zou je ook wil ik doen? Wel het voortouw nemen. Dan heb jij een klein voordeel. Dan kun je al een beetje afkijken hoe ik het doe. Oké, okay, is goed. Dat is lief van je. Ja? Ja. Oké, okay, Martijn. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik niet. Nee, snap ik. Kijk je goed hier? Ja, ik kijk heel goed. Je doet het heel goed. Hotza. Hotza. Je trilt wel echt ziek. Ah! Dr. Bibber! Volgende. Oké. Okay. Cheers. Oh. Dat is 1. Wat is dat? Ik krijg geen schok. Nee, dat weet ik. Wil jij trilt? 3. 4. Nee. Gaat niet. Godverdomme! Dus die moet ik weer een peper eten zeker. Nou Martijn, het gaat je wel iets te goed af hoor. Is dit pittig? Je ja, bent nog best wel cool namelijk. Ja, maar ik ben vind dat niks heel voor cool. jou. Ik ben heel erg in de war. Je bent normaal best wel pussy. Nou, precies dat. Oké, deze ja? is heel pittig. Wat zie je? Wat voel je? Ik voel dat mijn bek in de fik staat. Mijn ogen beginnen een beetje te tranen. Ja. Maar nog steeds cool. Eens even kijken. Hoezo? Praat je eens zo vies? Eens even kijken. Oeh. Ja. Mag ik een beetje melk? Nee. Ik wil streng nog rechtvaardig. Je trilt wel. Ja, ik tril, ja.
Het heet ook Dr. Bibber. Lekker pik. Next level? Ik weet niet of dit nodig is. Ik denk het wel hoor. Er staat echt in de pik. In die moeilijke eerst, hè? Nou. Nul dit. Nul dit. Woe! We gaan voor deze. Dit zijn alle hezen. Ja? Oké, dit is... Hoe heet deze ook weer? De Scorpion nog eens? Ja, Scorpion Brown. Oftewel de Scorpion Dead. Ja? Serieus? Ja, ga ervoor. We hebben een grote hap. Oh, een mondman. Zo. Ja, deze heftig. Ja, wat voel je? Ja, deze heel heftig. Ik ga even mijn game doen, ja? Je game doen. Eerlijk, ik vind eigenlijk dat je het fucking goed hebt gedaan. Mag ik melk voor iemand? Nazi. Kom eens, schatje. Lekker glaasje melk voor jou, hè? Zo goed gedaan. Helpt dit nou melk? Ja, het verzacht wel. Ja. Oké, Martijn? Ja, jij mag. Ik kijk er een beetje tegenop, want ik heb een keer een hele hete peper genomen. Toen heb ik hem uit het stressbonk doorgeslikt. En toen heb ik 4 dagen echt dat al mijn ingewanden gewoon ziek in de fik stonden. En ik kan sowieso niet zo goed tegen pittig eten. Leuk dat ik deze challenge ook heb bedacht, hè? Ja. Echt goed idee. Oké. Okay. En jij met een jalapeno. Ja. Schat, ik nam de helft de hele tijd. De helft, zeg maar. Ja. Oké. Geen kouwen. Ah, goede afleiding wel. Oh. Ja, ik vind het al pittig. Ja, serieus? Kun je zien mijn ogen al weer gaan? Nee, niet hè. Pas op dat je, als je hem hier, je moet echt... Optieven. Mijn bek staat nu aan de fik. Ja, bij mij ook. Ik durf echt niet dat te nemen straks. Doe ik wel. Doe ik wel. Dat waren 4. Nee! Dat waren 4. Eentje. Nee, nee. 1, 2, 3. Dit waren 3. Maar kijk, hij ligt nu verkeerd om. Wat doe jij? Je mag kijk, het kijk, kijk! Hier. Beter dan dit ga je hem niet krijgen. En als je je handen weer gaat gebruiken, krijg je stop voor je melk. Pardon? Dat meen ik natuurlijk niet. Manieren, Martijn. Het is dus zo pittig. Ga er maar. Jij was gewoon slimmer net. Ik ben altijd slimmer geweest, dat. Oké. Hé, schat, er zit iets bij je oog. Als jij zo gaat pissen met je handen, weet je dat je hele piemel in de fik zet, hè? Ik heb al 3 keer gepist voor ik heen kan. Zo! Zo! Dit is wel pittig, hoor. Nee, oprecht. Mag ik een beetje melk? Het is geen reclame voor de pepers, hè? Dit is bij mij geen reclame voor de pepers. Code 30 Iris. Zo! Deze is wel pittig, hoor. Zo! Maar ik kan niet dit. Ik kan dit niet. Hup, spelen. Spelen. Mag ik even water? Nee, mag ik ook niet. Spelen. Kut. Oh, kut. Hey. Zo, wat een techniek. Martijn. Wanneer komt die piep? Dit kan niet. Dit kan niet! Dit kan niet! Hoe dan? Oh, nu kan ik omkikken. Dit is heel dom, want nu krijg je de allersterkste en dan heb je het met je klauwen eruit blijven. Van Scorpion Dead. Ja, schoot even door mijn hoofd heen, want waarom doe ik dit? Ja, ik schoot het wel een paar keer door mijn hoofd en waarom kom je met zo'n kut op weg? Oh, vies. Deze is pittig! Deze is kaulo pittig! Holy okay, fuck! Oké, volgende 2. Oh! Gaat u maar. Oh. Oké. Okay. 4. Nee, maar jij duidelijk. Duidelijk. Jij maakt hele beats in je hoofd. Ja, ja. Oké. Okay. Yes, zo pijn. Dit had jij net ook. Dit had jij net ook, Martijn. Ja, dit, kun je dit hier maar bijhouden? 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Wil je nog een pepertje tussendoor? Volgens mij is hij uitgewerkt. 4, 5. Ah! Woe! Ik ben benieuwd. Mijn hele bek staat... Mag ik nog wat melk?
Ja, het ging niet heel goed totdat ik jou zag. Zo, dit is vieze melk? Ja, het is niet lekker. Het is overdatum. Dat was echt een challenge. Nu begint het pas. Ga nu skydiven zonder te kotsen. Ja, met rotte eieren. Dit was voorspeld. Kom op zeg. Dr. Bibber met eten pepers. No, no, no. Nee, beetje met rotte melk. Maar ik wil heel graag hebben gewonnen. Ja, ik wil weten wie er heeft gewonnen. Dat was overduidelijk Iris. Hebben gewonnen. Ik heb er 60 geteld. Ik ging gewoon fucking goed. Jij ging fantastisch goed. Hoe vond je het? Morgen weer? Wanneer weer? Wanneer weer? Nee, gefeliciteerd hier. Dankjewel, lieverd. Eerlijk is eerlijk. Ja. Deze voor jou? Ja. Nou ja, niet helemaal voor mij, voor de Rode Kruis. Ja? Maar ik sta erop dat je hem wel gaat doneren. Nee, 100%. Hè? Heel goed. Doe jij ook een donatie? Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Oké. Vond je nou een leuke video? Laat even weten wat je ervan vond in de comments. Maar wil je ook meedoen? Jullie kunnen namelijk ons ook uitdagen. Dus laat het ook even weten. En weet zet je volgende week ik stikte... in onze aflevering. Maar dan zonder hete pepers. Ik slikte per ongeluk door. Zeggen. Ik slikte dit door. De peper. Ja, nu word je doodziek. Ja, nu ga ik dood. Ja, nu ga ik... Ja. Intensive care. Ja. Oh, wat vies. Volgende week worden Martijn en Joost uitgedaagd door twee kijkers die denken betere versiertrucs te hebben dan zij. Wij dagen jullie vandaag uit om zoveel mogelijk nummers van meiden te scoren. Vandaag doen we dat door middel van een handicap. Wat heb jij, Martijn? Keihard schreeuwen, hè? Dag, ik spreek even wat mensen aan. Ik heb een echte fucking zieke Lamborghini gekocht vandaag. Ik ben geen loodgieter, ik durf wel de leiding te nemen.